wordt hier nationaal kampioen. En wie wordt hier de eerste laureaat van deze wielerhappening in Nazareth? Het wordt een spannende. En inderdaad, een volledig peloton. Dat zijn Garbiet. Kan volledig vrijhouden. Finish. Spurten voor de plaatsen. En in de ruimte. Pas mee hangen. Van Sint-Pierre-Bolletende. Kipkerloo-Tupilua. Dat zijn onze eerste drie plaatsen in het kampioenschap. Pas mee hangen. Verlengt haar nationale titel hier in Nazareth. Straks komt zij op het podium. Een tweede plaats. Een welverdiende tweede plaats voor niemand minder dan Sylvia de Wout. De dame uit Zoetermeer. Zij pakt de zilveren plek. En een derde plaats voor Kimberly Dugnoy. Dacht ik. Maar we kijken uit. We kijken uit naar de bevestiging. Onze voorzitter van het organisatiecomité. Die kijkt van spanning naar zijn opgenomen beelden hier ter aankomst. Kunnen we uitmaken wie zilver en brons. En ondertussen is de spurt op gang getrokken voor de Ereworse. En het wordt inderdaad het nummer 316. 316, niemand minder dan Patrick Wattenie. Nee, ik kan niet natuurlijk. En inderdaad, we gaan moeten kijken wie inderdaad een aanmerking komt. Roland Stolten. Kom op, Patrick Wattenie! Inderdaad, Patrick Wattenie wordt hier nationaal kampioen. We hebben met zekerheid kunnen ontwaren in de Genoa-6. Patrick Wattenie, baan nog steeds 30 gouden per kilo. Voor de verdere eeuw.